Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich over het graf en daar zag ze twee engelen zitten, gekleed in witte kleden. Eén bij het hoofdeinde en één bij het voeteneinde van die plek waar Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze hebben mijn meester weggenomen en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Maria draaide zich om en dan zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Zei Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u mijn Heer hebt weggehaald, zeg me dan waar u hem naartoe gebracht hebt, zodat ik hem kan meenemen. Jezus zei, Maria. Maria draaide zich om en zei, Rabboni, dat betekent meester. Houd mij niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en vertel tegen hen dat ik zal opstijgen naar de Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria ging naar de leerlingen en zei, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat Jezus aan haar gezegd had. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren gesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan. Vrede zij met u, zei hij. En na deze woorden liet hij hen zijn handen zien en zijn zij. De discipelen waren blij dat ze Jezus zagen. En nogmaals zei hij, mijn vrede geef ik jullie. Net zoals de Vader mij heeft gestuurd, zo zend ik ook jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie elkaar zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen hij hoorde van de anderen dat ze Jezus hadden gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers aan kan raken. En alleen als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. Thomas was er deze keer ook bij. Alle deuren waren vergrendeld en Jezus kwam in hun midden staan. Mijn vrede geef ik jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich naar Thomas en zei, leg je handen hier. En kijk naar mijn handen. Leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Als ik verschijn, wordt alles nieuw. Hij is de overwinnaar. Als hij verschijnt, wordt alles nieuw. Dan wordt het niet zo'n beetje nieuw, nee, dan wordt alles nieuw. Als Jezus zich laat zien, dan wordt alles nieuw. En Jezus is hier. Jezus is bij ons. Jezus is in ons midden. Heel erg bedankt, muziekband, om ons weer te leiden aan aanbidding. Geweldig. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Wat een prachtig nummer is het niet? Heel krachtig. Het is een nummer wat leven brengt. Het is een leven wat gaat over hoop. Het is een lied wat gaat over hoop. En een lied wat gaat over een leven samen met Jezus. En die Jezus, daar hebben we net over gehoord in dat stuk wat ik heb voorgedragen. Letterlijk uit Johannes 20, vers 11 tot, ik geloof, 27. Maria van Magdala, dat is de vrouw waar Jezus aan verschijnt voor het eerst. En Maria van Magdala is een vrouw die we wel vaker tegenkomen in het Nieuwe Testament. En eigenlijk is ze niet de enige Maria. Maria was blijkbaar een vrij populaire naam in die tijd. Misschien iets als in Nederland vandaag de dag Jan.
Heel veel vrouwen in het Nieuwe Testament heten Maria. Uiteraard kennen we Maria, de moeder van Jezus. Misschien wel de bekendste Maria in het Nieuwe Testament. Daarnaast hebben we ook nog Maria, de zus van Martha en van Lazarus. En ook hebben we nog wat in de Bijbel genoemd wordt als de zondige Maria, die de voeten van Jezus wast. Maar deze Maria van Magdala is een andere Maria. Zij heeft Jezus al heel vroeg leren kennen. En zij is er altijd bij als Jezus wonderen en tekenen verricht. We kunnen op verschillende plekken in de evangelie lezen dat ze vaak zorg draagt voor Jezus en voor de 12 discipelen. En plots staat haar wereld op zijn kop. Deze vrouw was een vrouw die al heel wat had meegemaakt in haar leven. Ze heeft een leven gekend zonder Jezus. En uiteindelijk heeft ze Jezus leren kennen en is ze met hem opgetrokken. Lucas zegt van haar dat Jezus 7 boze geesten uit haar heeft weggejaagd. En ook zegt hij dat Jezus haar beter heeft gemaakt. Zij kende de ongeëvenaarde kracht van zijn naam. Ze had heel veel wonderen, heel veel tekenen van Jezus van dichtbij meegemaakt. Maar toch ziet ze hem sterven. Ze is erbij op dat moment als Jezus aan het kruis gaat. Ze is erbij op dat moment dat Jezus wordt begraven. En ze is de eerste die bij het graf staat als het graf leeg is. Ze is in shock. Ze huilt. Ze weet niet wat ze moet doen. Haar meester is weg. Ze weet niet waar ze hem kan vinden. En plots staat Jezus daar voor haar. En Jezus stelt deze hele korte, simpele, makkelijke vraag aan haar. Waarom huil je? Hoezo? Waarom huil je? Weet Jezus dat dan niet? Of kan Jezus niet gewoon wat duidelijker zijn en zeggen, Maria, ik ben het. Je hoeft niet te huilen. Je hoeft niet bang te zijn of bezorgd te zijn, want ik ben hier. Je hoeft niet verder te zoeken, ik ben hier. Maar nee, Jezus zegt, wie zoek je? Waarom huil je? En nadat Jezus Maria bij haar naam noemt, worden haar ogen geopend en zegt ze, Rabboni, meester. Ze herkent Jezus en ze erkent dat hij heeft gedaan wat hij heeft gezegd. Opstaan uit de dood. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Maar ze weet niet wat ze moet doen. Ze was al in shock toen ze zag dat het graf leeg was. En nu is ze nog meer in shock dat ze plots een levende, opgestane Jezus ziet staan. Dus ze grijpt hem vast. Maar Jezus zegt, grijp me niet vast. Ik moet nog naar mijn vader gaan. En ze krijgt een opdracht mee van Jezus. Vertel mijn broeders en zusters dat ik niet dood ben, maar levend. Toen Jezus voor haar verscheen, werd alles nieuw. Toen Jezus die eerste keer voor haar verscheen, toen hij die boze geesten van haar wegjoeg en haar beter maakte, werd alles nieuw. Maar ook deze keer, als Jezus voor haar verschijnt, wordt alles nieuw. Uiteindelijk gaat Maria naar de discipelen en zegt ze, ik heb de Heer gezien. Kan u zich dat voorstellen? De discipelen zijn in rouw. Ze hebben de deuren opgesloten omdat ze bang zijn voor de Joden. Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze vinden troost bij elkaar. Niet alleen is hun beste vriend doodgegaan, hij is ook degene die hun een doel gaf in hun leven. Hij is diegene die hun een bestemming gaf in hun leven. Hij is diegene die 3 jaar eerder hen riep en zei, laat alles los waar je mee bezig bent en volg mij. Hij is diegene waarvoor ze hun aardse bezittingen, hun aardse toekomst, hun aardse dromen, hun aardse plannen achterlieten toen ze hem volgden. En ze gaven zich, jaren geleden, compleet en vol overgave aan die Jezus. Maar nu is hij niet meer in hun midden. Hij heeft hen zoveel geleerd. Hij heeft zoveel dingen laten zien, maar nu staan ze er alleen voor.
En ze zijn bang. Ze zijn niet alleen bang voor de Joden, nee, ze zijn ook bang voor datgene wat komen gaat. Want net voor Maria bij hen was geweest, hebben ze zelf ook gezien dat het graf leeg was. En daarom sloten ze zich op. Ze zijn onzeker. Ze weten niet wat er gaat gebeuren. Ze waren gespannen. En dan komt Maria met deze boodschap. Ik heb de Heer gezien. Wauw. Maria, heb je wel goed geslapen vannacht? Droom je misschien? Ben je ziek geworden of zo? Zijn die boze geesten die Jezus uit je heeft weggejaagd misschien teruggekomen? Maria, wat ben je aan het doen? Dit is geen tijd voor grapjes. Hoezo je hebt de Heer gezien? Johannes vertelt ons niet heel veel over de reactie van de discipelen op datgene wat Maria zei. Maar in een andere evangelie, in Marcus 16, kunnen we lezen dat de discipelen niets geloofden van datgene wat Maria tegen hen vertelde. En uiteindelijk verschijnt Jezus ook voor de discipelen zelf. Dat moet een ontzettend bijzonder moment geweest zijn. Alle deuren en ramen dicht, opgesloten, in angst en in twijfel achtergelaten en plots verschijnt daar Jezus. Zonder waarschuwing. We weten niet heel veel over dit moment. De details staan niet beschreven. Wat er wel beschreven staat, is dat Jezus zegt, mijn vrede geef ik u. En ik denk dat ze die vrede ook wel nodig hebben. Ik denk dat ze gevuld waren met angst, met twijfel, met onzekerheid, met spanning, met ongeloof. Jezus kwam. Jezus stond plots in hun midden. De discipelen hebben hem niet horen komen. Ze hoorden niet de trap, ze hoorden niet de deur. Er werd niet op de deur geklopt of aan de bel, op de bel geduwd. Nee, Jezus kwam en hij stond plots in hun midden. Dat getuigt van het bijzondere van zijn opstandingskracht. Ik wens jullie vrede, zei hij. Later, in datzelfde stuk, zegt hij het nog een keer. Ik wens jullie vrede. En op zich, in die cultuur, is dat niet een heel rare manier van begroeten. Dat deed en doet men daar heel vaak. Shalom. Iemand de vrede van God wensen. Shalom. Maar het feit dat deze woorden kwamen uit de opgestane Heer, geeft zoveel meer diepte aan de woorden Shalom, mijn vrede geef ik u. In Johannes 16, vers 33, dat is een hele periode voor het sterven aan het kruis, bereidt Jezus zijn discipelen voor op datgene wat gaat komen. En daar zegt hij, ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te voortduren krijgen in deze wereld, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Opdat jullie vrede krijgen. En dat hij uiteindelijk die vrede weer uitspreekt op het moment dat hij voor hen verschijnt na zijn dood, is geen toeval. In hun angst, in hun onzekerheid, in de storm die aan het woeden is, brengt hij zijn vrede. Elke storm verstilt door de kracht van uw naam, hebben we net gezongen. En dan hebben we Thomas. Die arme jonge Thomas. Die was er toevallig even niet bij. En dat zal hij geweten hebben ook. 2000 jaar later, vandaag de dag, wordt nog steeds over Thomas als de ongelovige gepraat. Nog steeds als iemand iets niet gelooft, wordt gezegd, jij ongelovige Thomas, door christenen en niet-christenen. Hij zal het geweten hebben dat hij er niet bij was op dit moment. Thomas komt thuis. Hij komt bij de discipelen. Hij heeft boodschappen gedaan of een vriend bezocht of andere dingen gedaan die hij moest doen. En de discipelen komen opgewekt en vrolijk en enthousiast naar hem toe en zeggen, Thomas, we hebben de Heer gezien. Maria had wel gelijk toen ze dat de vorige keer tegen ons vertelde. We hebben de Heer gezien. Maar Thomas denkt, no way, niet met mij. Oké, ik moest even weg,
En jullie hebben nu allemaal afgesproken om een grap met mij uit te halen. Dit is niet het moment om grapjes uit te halen. Dit is serieus. Ik zal alleen maar geloven als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers aan kan raken. En als ik mijn hand in zijn zij kan leggen. Ongelovige Thomas. Maar hoe zouden we zelf reageren? Hoe zou ik zelf reageren? Maar toch zien we dat, ook al is zijn ongeloof misschien wel logisch, toch zien we dat Jezus heel zwaar tilt aan zijn ongeloof. Later zegt Jezus hier namelijk over, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. In het leven van Jezus en ook verder in het Nieuwe Testament zien we dat geloof hebben in Jezus en je vertrouwen stellen op Jezus een heel belangrijk en centraal thema is. Jezus praat er heel vaak over. De brieven in het Nieuwe Testament gaan er heel vaak over. Vanochtend in heel veel van de liederen die we hebben gezongen, ging het over ons vertrouwen stellen op hem. En ook in het allerlaatste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes zien we dat Jezus bezig is met het geloof en het vertrouwen van de discipelen op de proef te stellen. Jezus verschijnt opnieuw voor de discipelen, deze keer aan het meer van Tiberias. Zijn derde verschijning aan de discipelen. Eén keer zonder Thomas, één keer met Thomas en deze keer aan het meer. Blijkbaar bleven ze niet alleen binnen. Er moest ook geld verdiend worden, er moest brood op de plank komen. En nadat ze een hele nacht gevist hebben, komen ze terug en zien ze dat hun netten compleet leeg staan. En daar staat Jezus op het strand. Maar ze wisten niet dat het Jezus was, zegt Johannes 21. En Jezus zegt, gooi de netten uit aan de andere kant van de boot en kom dan terug. En dat doen ze. Ze gooien hun netten uit aan de andere kant van de boot en ze komen terug met netten die zo vol zijn dat ze bijna scheuren. Een verhaal wat gaat over geloof en een verhaal wat gaat over vertrouwen. Laat ik een ander verhaal met jullie vertellen. Een verhaal die niet in de Bijbel staat. Mag dat? Jullie zijn heel stil. Een verhaal over een circus. Houden jullie van circus? Wie vindt circus wel leuk? Ja, niet heel veel, maar ik wel. En als kind vond ik het vooral altijd heel leuk om naar het circus te gaan. Komt er wel eens een circus in Loppersum? Nee, oké, Groningen dan. In een circus heb je altijd vaste acts die altijd terugkomen. Vroeger had je wilde dieren in een circus. Mag tegenwoordig niet meer, geloof ik. Dat is een goede zaak. Dus tegenwoordig laten ze hondjes over een plank lopen. Ook prima. Wat er ook altijd terugkomt in een circus zijn clowns. Oké, je kan geen circus hebben zonder een clown. Maar wat er in heel veel circussen ook voorkomt, is een trapeze-act. En daar kijk ik altijd naar uit. Een trapeze-act is zo mooi om te zien. Dus hoe gaat het in zijn werk? Wat doet een trapeze-artieste? Die klimt omhoog op een trapje, de muziek bouwt op en de spotlight, de spot is op haar gericht. Meestal een vrouw die een glinsterend en glitterend pakje aan heeft. Ze klimt omhoog op een heel dun, klein, fijn trapladdertje. En daarboven begint ze te zwieren en daar begint ze aan haar act. En het is spannend. Want als circusbezoeker weet je wat er gaat gebeuren. Want eigenlijk, zonder dat je het gezien hebt, je weet dat er zo meteen uit het niets, als verrassingselement, een andere trapeze-artiest zal beginnen zwaaien. Want inderdaad, terwijl zij in de spotlight naar boven klom, klom er aan de andere kant van de tent, in het donker, ook iemand naar boven. Ook een klein trapladdertje, maar deze keer geen vrouw, maar een man. Geen glinsterend en glitterend pakje. En terwijl hij uiteindelijk ook begint te zwieren, zien we dat ze naar elkaar beginnen zwieren. En ook al weet je als circusbezoeker wat er gaat gebeuren, dit is zo spannend. Want er zal een moment komen dat zij haar handen los zal laten en dat ze zich volledig zal overgeven en zal springen of vliegen of duiken, geen idee, naar die andere trapezeartiest. Maar deze keer is er een uitdaging.
Wat het publiek namelijk niet weet, is dat net voor ze op moesten, backstage, net voor ze op moesten, kregen ze knallende ruzie. Ze verweten elkaar voor van alles en nog wat. Het was niet zomaar een ruzietje, het was erge ruzie. Hij zei dingen tegen haar die hij nooit tegen haar had moeten zeggen. En zij verweet hem van dingen waarvan ze later waarschijnlijk en hopelijk spijt van heeft gehad. Maar op het moment dat ze daar aan het zwieren is, denkt ze terug aan die ruzie. Want tijdens die ruzie kwam plots de circusdirecteur en zei: het is jullie beurt. De clown gaat zo meteen weg. Jullie moeten nu naar boven beginnen klimmen. En terwijl ze zwiert en de muziek opbouwt, denkt ze: wat als hij zo boos op mij is? Wat als hij zo boos op mij is dat hij mij per ongeluk niet zal vangen en me naar beneden laat storten? Wat als? Is een vraag die wij als mensen heel vaak stellen. Wat als? Weet u wat er gebeurt als wij de wat als vraag gaan stellen? Als wij de wat als vraag stellen, dan worden onze onzekerheden, dan worden onze twijfels alleen nog maar groter. Wat als dit gebeurt? Wat als dit niet echt is? Wat zal ik doen? Dus deze vrouw zwiert en ze denkt: wat als? Zometeen komt echt het moment dat hij verwacht dat ik loslaat, maar ik durf het niet. Dus terwijl ze aan het zwieren is, komt ze met een plan en ze zegt: oké, ik zal wel loslaten, maar niet helemaal. Ik zal één hand loslaten en met die hand zal ik hem ook grijpen. Maar één hand houd ik nog heel veilig vast aan de trapeze. Dan moet het helemaal goed komen. Wat zal er gebeuren als ze dit doet? Niet alleen zal dit niet heel mooi zijn om aan te zien, denk ik. Want wat daar bovenaan in de tent gebeurt, is niet heel leuk om naar te kijken, denk ik. Als ze dat werkelijk tot uitvoering brengt. Maar verderop is het ook totaal niet meer mooi. Dit is niet waarvoor je naar het circus bent gekomen. Je bent naar het circus gekomen om te zien dat zij deze sprong zet, dat zij het waagt om inderdaad haar handen los te laten van de trapeze en om naar die andere man te zwieren. Om een trapeze-act te laten slagen, moet er twee dingen gebeuren. Het eerste is, je moet loslaten. Deze vrouw moet loslaten, niet alleen met één hand, maar met twee handen. En het tweede wat eraan gekoppeld is, wat moet gebeuren, is dat ze vertrouwen moet hebben. Ze moet vertrouwen hebben en geloof hebben in die andere persoon, dat die andere persoon haar op zal vangen. Geloof en vertrouwen. Dat is eigenlijk precies waar Jezus het heeft hier op het strand nadat ze al deze vissen gevangen hebben. Eerder, toen ze samen optrokken, heeft Jezus ze zoveel geleerd over vertrouwen hebben op hem en over geloof hebben in hem. Hij heeft hen al uitgedaagd, gelijk vanaf het begin, om hun eigen leven af te leggen en om volledig, compleet alles aan hem te geven. Maar dit is het moment dat het erop aankomt. Dit is het moment dat hun vertrouwen getest wordt. Als hij niet meer bij hen is. Als ze er alleen voor staan. Uiteindelijk komen ze op het strand en plots herkennen ze Jezus. En ze rennen naar Jezus toe. Uiteraard Petrus als eerste. En dan staat er geschreven in Johannes 21, vers 9. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei: breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Jezus had zelf ook vis en brood, maar hij vraagt van de leerlingen, hij vraagt van de discipelen om ook vis mee te nemen die ze dus zelf gevangen hebben. Jezus wil hier meerdere dingen mee zeggen. Allereerst verwijst hij uiteraard naar de wonderbare spijziging die op diezelfde plek ongeveer plaatsvond, ook aan het meer van Tiberias. Ook daarvoor ziet Jezus in brood en in vis op het moment dat hij duizenden mensen te eten geeft. Maar het interessante is hier dat ook daar Jezus een vraag stelt aan de discipelen. En hij zegt: hoe moeten we al deze mensen te eten geven? Maar toch zal hij zelf voorzien in brood en in vis, als hij heeft gevraagd om brood en vis bij hem te brengen.
Ook hier weet hij dat hij zal voorzien, want hij heeft zijn eigen brood en vis meegenomen, maar hij vraagt de discipelen om ook van de vis die zij gevangen hebben mee te nemen. Daarnaast zien we in dit verhaal een duidelijke boodschap van overvloed. Een boodschap van voorziening en een boodschap van het feit dat Jezus echt is wie hij zegt dat hij is en dat hij te vertrouwen is. Hij geeft ze niet alleen een beetje vis wat ze voor die maaltijd nodig hebben. Nee, hij geeft ze overvloed aan vis. 153 vissen om precies te zijn. En toch scheurde het net niet. Hadden ze op dat moment 153 vissen nodig? Nee, totaal niet. Maar Jezus zegt wel, ik ben het. Als ik verschijn, wordt alles nieuw. Als ik verschijn, dan zijn er geen lege netten, maar dan zijn er volle netten. Als ik verschijn, dan geef ik je leven. Jezus nam het brood en hij deelde het uit en hij nam ook de vis en gaf hen daar ook van. Opnieuw deelt Jezus brood uit. Niet heel lang daarvoor, net voor zijn gevangenneming, tijdens het laatste avondmaal, deelde Jezus ook brood uit op die bewuste avond. Tijdens die maaltijden gaf hij zijn leerlingen ook brood en zei hij, neem dit en eet dit en doe dit heel vaak en gedenk datgene wat ik voor jullie gedaan heb. Maar deze keer is het anders. Jezus geeft brood, maar datgene wat ze moesten herdenken ligt al achter hen. En Jezus herinnert hen eraan dat inderdaad zijn lichaam verbroken is. Dat zijn lichaam echt voor hen verbroken is. En dat hij werkelijk is wie hij zegt dat hij is. Deze maaltijd die ze hadden daar op het strand vroeg in de ochtend, moet geloof ik een hele bijzondere ontmoeting geweest zijn. Na dat laatste avondmaal, vlak voor de gevangenneming van Jezus, werd hij van zijn discipelen gescheiden. En deze maaltijd laat hun hereniging op een prachtige manier zien. Ze waren allemaal samen bij dat laatste avondmaal, een intiem moment. Hier zijn ze weer allemaal samen en ook hier deden ze weer de maaltijd. En het doel van dit alles is dat ze doordrongen worden van de afhankelijkheid van God. Als ze zelf gingen vissen, visten ze niets. Visten ze met Jezus samen en luisterden ze naar zijn stem, dan zijn de netten vol. Hij zorgt voor brood en hij zorgt voor de vis. Jezus heeft in zijn leven op aarde, samen met zijn discipelen, hen voorbereid, heel vaak, op datgene wat komen zou. En nu is dat moment daar werkelijk gekomen. Een moment waarop het erop aankomt. Een moment waar Jezus praat over keuzes. Een keuze om te leven met Jezus of een keuze om te leven zonder Jezus. Daar op dat strand, op deze ochtend, wordt gepraat over het maken van keuzes. En wij zijn getuigen van een heel bijzonder, maar ook aangrijpend verhaal tussen Jezus en Petrus. Laten we er even naar kijken. Johannes 21, vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou. En Jezus zei, wijd mijn schapen. Drie keer stelt Jezus dezelfde vraag. En we weten dat het uiteraard betrekking heeft op die drie keren dat Petrus zei dat hij Jezus niet kende.
Maar het interessante hieraan is dat Jezus niet zegt, Petrus, hou je van mij? Maar hij noemt hem bij zijn geboortenaam. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Jezus spreekt Petrus precies aan zoals de allereerste keer dat hij hem aansprak. Toen hij hem 3 jaar geleden vroeg om hem te volgen. En dan komt deze vraag. Heb je mij lief? Meer dan alle andere heer. Jezus doelt natuurlijk op de grootspraak die Petrus wel eens durft te hebben. Hij heeft namelijk ooit eens letterlijk zelf gezegd dat iedereen hem waarschijnlijk wel zal verlaten, maar dat hij zelf Jezus nooit zal verlaten. Na deze gebeurtenissen aan dat vuur toen Jezus gevangen genomen werd, en na deze vraag stelt Petrus zich echter bescheiden op. En hij stelt zichzelf niet boven de anderen. Deze vraag herhaalt zich 2 keer, 3 keer. En uiteindelijk zegt hij, u weet toch dat ik van u hou. Met deze vragen wijst Jezus Petrus op zijn menselijkheid. Hij wijst Jezus op zijn afhankelijkheid van de Heer in relatie tot hemzelf. Jezus tipt het zo aan dat Petrus Jezus nodig heeft. En vervolgens zien we vers 19 en daar staat, volg mij. Deze discipelen liepen al zo lang met Jezus. En hier na zijn dood, na het lege graf, na zijn opstanding en bij de 3e verschijning aan de discipelen zegt hij, volg mij. En dat is de kern van de verschijningen van Jezus aan de discipelen. Volg mij. Jezus roept zijn volgelingen op om hem te volgen. Nu dit alles gebeurd is. Hij laat zien dat hij dezelfde is voor het kruis. Hij laat zien dat hij dezelfde was aan het kruis. En hij laat zien dat hij dezelfde is vandaag de dag na zijn opstanding. Degene die was, degene die is en degene die komen zal. En dan komen we terug bij dat prachtige lied wat we net gezongen hebben. En de kern van dit lied spreekt over dit moment. Dit moment van kruisiging en vooral het moment van zijn opstanding van het kruis. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. Ook zegt dit lied, de machten van de hel weten wie er regeert. Wauw. De machten van de hel weten wie er regeert. De naam boven alle naam. Jezus, de hoogste Heer. En dat brengt mij bij het begin van dit lied. Als u verschijnt, wordt alles nieuw. Vorige week was ik enkele dagen in Brussel. En ik verbleef daar in het midden van de stad, 3 dagen. Heel hoog, oud gebouw. En ik had 's ochtends mijn stille tijd op het kleine balkon van dat gebouw. In een drukke stad. Heel stil was die stille tijd niet. Maar ik genoot ervan om met God te praten, Bijbel te lezen, muziek te luisteren. En dit nummer was het nummer waar ik naar luisterde. En toen ik dit nummer hoorde, wist ik, dit is waar ik het over ga hebben. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Waar ik verschijn, zegt Jezus, wordt alles nieuw. Geen situatie die ik onveranderd laat. Wat de omstandigheden ook zijn, als ik mijzelf laat zien, wil ik alles nieuw maken. De duivel is al verslagen. De dood is al overwonnen. Er ligt geen macht meer in de dood. Jezus leeft en ik zal leven. Jezus leeft en ik zal leven. Jezus leeft en ik zal leven. Als we deze zinsnede ontleden, dan zien we eigenlijk 2 zinnen. Jezus leeft. En inderdaad, hoera, amen. Want dat is een statement. Dat is iets wat we weten. Dat is een zekerheid die vaststaat. Jezus leeft. Maar hierna staat, en ik zal leven. En dat is ook een zekerheid. Want door datgene wat Jezus aan het kruis voor ons gedaan heeft, mogen wij inderdaad leven. Maar als er staat, ik zal,
dan betekent dat dat wij een keuze mogen maken. Een keuze maken om opnieuw te weten, iedere dag van ons leven, dat waar Hij verschijnt, alles weer nieuw gemaakt wordt. Waar Hij verschijnt, daar hoeven we niet te twijfelen. Waar Hij verschijnt, daar brengt Hij een leven. En ik geloof heel stellig dat ik deze woorden vanochtend uit mag spreken. Waar ik verschijn, zegt Jezus, daar maak ik jouw leven nieuw. Waar ik verschijn, zegt Jezus, daar maak ik uw leven nieuw. Waar ik verschijn, zegt Jezus, daar maak ik jullie leven nieuw. Zullen we samen gaan bidden en gaan staan? Jezus, we danken u zo voor wie u bent. Heer, u bent dezelfde gisteren, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Heer, ik dank u zo ontzettend dat u zegt dat u de koning der koningen bent, de Heer der heren, en dat wij die waarheid in ons leven mogen aannemen. Heer, ik dank u dat u uzelf liet zien, niet alleen tijdens uw leven hier op aarde, maar ook dat u uzelf liet zien na uw dood, na de opstanding. Eerst aan Maria van Magdala en uiteindelijk zo vaak aan de discipelen en aan nog heel wat andere mensen. En Heer, ik dank u dat toen u uzelf liet zien aan hen, dat hun leven anders werd. Ik dank u dat hoop, liefde en leven opnieuw werd uitgestort in hun leven. En Heer, datzelfde bid ik uit voor ons als gemeente vanochtend. Heer, dat we u zullen zien, dat we u zullen omarmen, dat we u aan zullen grijpen en zullen weten dat u een realiteit bent. Heer, ik bid voor ons dat we ook in staat zullen zijn om de trapeze helemaal los te laten. En om ons leven volledig, volledig, volledig in uw handen te leggen. En om niet vast te houden aan die dingen waar we aan willen vasthouden. De zekerheden in het leven. De aardse dingen, onze aardse toekomst. Maar dat we ons volledig zullen geven aan datgene waar u ons toe roept. Een leven met u. En Heer, zo wil ik iedereen in deze gemeente zegenen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met dit besef dat we mogen weten dat een leven waarin we geloven en vertrouwen op u niet beschamend zal zijn. Maar dat we weten dat waar u bent, alles nieuw gemaakt wordt. En daarom bid ik heel specifiek voor sommigen van ons die in situaties en omstandigheden zitten waar u, Jezus, zo nodig bent. Ik bid ook, Heer, voor familieleden, vrienden van ons die u niet kennen, die u nog niet kennen. Heer, we spreken uw licht en uw leven uit over ze in de naam van Jezus. Heer, we bidden voor dit dorp, we spreken uw licht en uw leven erover uit in de naam van Jezus. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Zelfs de machten van de hel weten wie er regeert. Naam boven alle namen, Jezus, hoogste Heer. Amen. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.